Bezwaarschrift tegen dagvaarding Lau G. Sinterklaas voor 125ste keer naar Venray. Het is vandaag 31 oktober. Dit is het Peel en Maas journaal. Lucien Peters wil na de verkiezingen van maart 2014 aanblijven als wethouder. De inwoner van Leunen heeft zich ook gemeld voor de kieslijst die het CDA in december bekendmaakt. De CDA-lijst wordt aangevoerd door Jan Lonen, die eveneens opteert voor een tweede termijn als wethouder. Peters volgde in juni 2011 Patrick van der Broek op, die als gedeputeerde naar Maastricht vertrok. Van de huidige vier wethouders keert PvdA'er Twan Jansen niet terug. Hij gaat met pensioen. Ike Busser wil wel doorgaan. Het is inmiddels al 6,5 jaar geleden dat de twee Venraïse Marokkanen Fouad Bendella en Karim Fourcour worden vermist. Justitie wil hoofdverdachte Lau G. nu opnieuw voor de rechter zien verschijnen. Fouad Bendella en Karim Fourcour worden sinds 11 mei 2006 vermist. Op die dag vond de politie in een geruimde wietplantage aan de Poststraat grote hoeveelheden bloedsporen. De politie vermoedt dat de vermiste mannen daar zijn betrapt bij een inbraakpoging en om het leven zijn gebracht. Lau G. en Geert G. worden uiteindelijk door justitie gezien als daders. Maar de advocaat van Lau G., Marcel Heuvelmans, vindt niet dat zijn cliënt opnieuw voor de rechtbank hoeft te verschijnen. En daarom heeft hij een bezwaarschrift tegen de dagvaarding ingediend. Dat houdt in dat de rechtbank eerst zich moet uitlaten over het door mij ingediende bezwaarschrift. En als het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, het criterium is eigenlijk, is het onwaarschijnlijk of is het waarschijnlijk dat deze meneer veroordeeld gaat worden op dit materiaal? Dat denk ik niet. De rechtbank heeft een aantal malen geoordeeld dat er weinig verdenkingen tegen Lau bestaan. Dat betekent dat ik ook van mening ben dat er nu ook te weinig bewijs zal zijn om hem te kunnen veroordelen. En dat zo zijnde zal de rechtbank zich eerst moeten uitlaten over het bezwaarschrift. Als de rechtbank het bezwaarschrift afwijst, komt er een inhoudelijke behandeling. Die zal volgend jaar plaatsvinden. Heuvelmans denkt echter dat er in het nieuwe dossier niet genoeg bewijsmateriaal zit om Lau G. te kunnen veroordelen. Hij heeft dus een hele tijd in Duitsland vastgezeten vorig jaar. Toen hij terug werd gebracht naar Nederland, stond hij binnen een dag weer buiten. Daar heeft de rechtbank gezegd onvoldoende reden om hem langer vast te houden. Daartegen is de officier in beroep gegaan en in januari heeft de rechtbank gezegd van dit jaar, het is onvoldoende om deze meneer langer vast te houden. Te weinig verdenkingen en dat is niet anders geworden met het dossier wat ik vorige week heb gekregen. Ik heb daar geen nieuwe dingen gezien die maken dat ik daar nu anders over moet gaan denken. Hoe heeft uw cliënt gereageerd? Nou, die was natuurlijk ook verbaasd dat die mededeling toen kwam bij die beëindigingszitting in Maastricht. En ja, hij is er toch wel gespannen onder natuurlijk. Het is toch iets wat zijn voorbestaan aardig kan treffen. En wat dat betreft, hij zegt, ik vrees aan zich de zaak niet, omdat ik weet dat ik er niks mee te maken heb. En dat heeft hij ook daarna verklaard. Maar toch is het vervelend dat de officier dan toch doorgaat. Zodra de zaak vervolg krijgt, hebben het Openbaar Ministerie, de advocaten en de rechtbank tijd om onderzoekwensen in te dienen. Heuvelmans denkt na over speciale onderzoekswensen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, dat hebben we al eerder geroepen, ook de uitzending van Peter de Vries, wat ik net vertelde, is dat hij meer materiaal ter beschikking had dan de verdediging. Dat is natuurlijk wel een punt van aandacht. En daar zou je bijvoorbeeld op kunnen zeggen dat de officier daarmee haar vervolgingsrecht zou hebben verspeeld. Of haar hand heeft overspeeld, beter gezegd. En in dat kader zou je misschien kunnen denken aan het horen van de Vries als getuige. Of de zaak dus verder gevolg krijgt, is even afwachten. Voordat de zogeheten regiezitting aanstaande woensdag 6 november in Roermond begint, buigt de rechtbank zich over het bezwaarschrift van Heuvelmans. De A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is in november 3 weekenden dicht. Rijkswaterstaat voorziet de rijbaan tussen het knooppunt Zaderheike en de afrit Venray van een nieuwe laag asfalt. Tijdens de weekenden van 1, 15 en 22 november is de snelweg afgesloten. De afsluiting geldt telkens vanaf vrijdag 9 uur 's avonds tot maandag 5 uur 's ochtends. Vanwege de werkzaamheden wordt ook de verbindingsweg van de A67 vanuit Duitsland naar de A73 richting Nijmegen afgesloten. Ook de toeritten van de A73 richting Nijmegen zijn vanzelfsprekend dicht. Het is nog heel even wachten, maar over 2 weken komt Sinterklaas weer aan in Venray.
Een speciale editie dit jaar, want het is de 125ste keer dat Sinterklaas aankomt in het dorp. En dat wordt met een uitgebreid programma gevierd. We beginnen met een Pieterjournaal, wat uitgezonden zal worden op 13, 14 en 15 november. Ieder half uur. Dat is een leuke voorbereiding voor de intocht. Heel leuk, spannend verhaal. Daarnaast krijgt iedereen huis aan huis een hele mooie Sinterklaaskrant. Daar staan puzzels en tekeningen in. Daar staat een hele mooie kleurplaat in, die de kinderen in kunnen kleuren en mee kunnen nemen naar de intocht. De intocht is zondag 17 november langer dan normaal. Er wordt een uitgebreidere route uitgezet die om 1:30 middags begint. Sinterklaas is nog in Spanje, maar het Sint-Nicolaas-gilde heeft Sinterklaas al even gesproken. En is er al contact geweest met Sinterklaas? Heeft hij er zin in om voor de 125ste keer naar Venrij te komen? Ja, er is al contact geweest. En aanstaande woensdag hebben wij de officiële opening van het jubileumjaar. En dan kan ik vertellen dat wij een speciale gast hebben. Dus die gaat op een bepaalde manier bij onze opening aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een klein hintje. Dat zal ook nog in de pers komen natuurlijk. Maar ja, er is contact geweest en hij heeft heel veel zin om weer naar het mooie Venrij, natuurlijk naar Nederland te komen. Op zondag 24 november is er ook een koopzondag met een pietenspeurtocht en muziekspektakel. Sinterklaas verblijft in de etalage van de Rabobank. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en er zijn perioden met regen of motregen. Het wordt 9 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door. Er zijn perioden met regen en de maximumtemperatuur is 13 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.